De Suriname Bankiersvereniging meldt in een persbericht dat de banken hun valutabeleid hebben aangepast. Door het wegvallen van de geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname van en naar Hongkong en vanuit de Federal Reserve is er een tekort ontstaan aan contante vreemde valuta. Dit vanwege de coronacrisis is ook de instroom van vreemde valuta via toeristen weg komen te vallen. Hierdoor zijn de banken genoodzaakt om een aangepast valutabeleid te hanteren. Elke bank hanteert een eigen beleid, benadrukt de bankiersvereniging. Een van de opties die momenteel wordt gehanteerd is dat een klant contante vreemde valuta kan opnemen, variërend tussen 250 en 500 US dollar of euro per week. De bankiersvereniging wijst er verder op dat het de banken verboden is om tegen de wil van de klant vreemde valuta in Surinaamse dollar uit te betalen.